Televidente Nandi ATV, canal G5, permitinos interrumpi e programación regular. Pasina 13, alguna información valiosa en la comunidad de Aruba. Turcos tienen que ver con e ayudanza que Aruba está donando a Haití. En el momento están aquí mirando el desastre que ha sucedido Aruba y país pobre aquí. Se trata aquí de una acción que comienza por la hora de la viernes noche lat y que bien termina ya sabrá casi de hora de mainta arriba terreno de UAF donde un candidato de agencia y también un personal apone de una forma voluntaria tiempo libre para movilizar un candidato de material y de donación para así por salir arriba el barco Pelican, un barco de Marina Real, un barco holandés, dirección para Haití. Pero me gusta solo salir el barco a salir, dirección para la más grande, y lo dura casi dos días para poder llegar a Haití con ayudanza, con no solamente material de medicamento, pero también material de comida, agua, y también personal en total de 60 miembros de Marina Real, aquí en militar, de cual hay varios a Rumil, a subir a bordo de Pelicano, a Baiduna, un man na Haití, en un momento tan difícil aquí. Para comenzarnos en diferentes entrevistas, y nos vamos repasar también una entrevista con nuestro batatín arriba del terreno de UAF, durante Orlán de Marduga, para que tengamos un vista, que cota lo que ha sucedido. Diferente mandatario también está presente, entre otros, el primer ministro Mike Cayman, también el ministro de Salud Público, señor Richard Wesser, y el ministro de Asuntos Social, Michel Winkler Hoibur. Para comenzar, el hospital pone un cantidad grande de medicamentos disponible por el momento con un aguardo acercado para Marina Real, que está saliendo un barco por de Aruba para Haití. Por amira, el director médico del hospital, Arnold Buston, presente en BOAF, también jefe de First Help, señor Rubén Cruz, y también demás miembros del staff del hospital. En una entrevista con el director del hospital, Arnold Buston, le explica exactamente qué conantaba está haciendo ainda, y también con ainda de un doctor en stand-by en Aruba, que puede salir cualquier momento para ayudar también a Haití. Meneer Boesden, u bent hier vandaag en ik begrijp, het was een laatste moment, werd u gebeld van hoe kan Aruba meehelpen? Vertel eens hoe het allemaal gegaan is. Nee, dat klopt. We hebben halverwege de avond begonnen de telefoons te komen. Toen bekend werd dat het marineschip hier kwam met de vraag of wij konden helpen. En natuurlijk willen wij helpen. Het probleem is dan natuurlijk altijd waarmee? Want zomaar kan je helpen, ja dan kan je. Het Rode Kruis heeft ons toen gevraagd of wij medicijnen konden geven, hechtmiddelen en wat andere typische ziekenhuisdingen. En daar hebben we naar vermogen hebben we daaraan voldaan. We hebben met name, ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste bijdrage is, veel pijnstillers gegeven. We hebben net een heleboel morfine-achtige pijnstillers overgedragen aan de geneeskundige dienst van het schip. Daar moet je natuurlijk toch voorzichtig mee zijn. En voor de rest, wat ik zei, ontsmettingsmiddelen, hechtmateriaal en ook wat voeding. Uiteindelijk gaat het, als je hoort wat de behoefte is, gaat het om water, voeding en geneesmiddelen. Ja. Medische personeel, is er een moment waarop je zegt van nu sturen we ook medische personeel naar Haiti? Ook daarvoor geldt net een beetje als voor wat geef je nou aan spullen van. Een betrouwbare organisatie, dus laten we zeggen, of het Rode Kruis of de marine, of moet vragen of wij dat doen. Want als je medisch personeel stuurt, dan moet er natuurlijk wel een infrastructuur zijn waarin ze kunnen werken. Het zomaar sturen van mensen naar Haiti zonder dat ze kunnen werken, heeft weinig zin. Er zijn chirurgen van het ziekenhuis die bereid zijn om naar Haiti te gaan als dat gevraagd wordt. En wij zijn ook bereid, natuurlijk op basis van vrijwilligheid, om mensen ter beschikking te stellen om ook dan mee te gaan om daar te helpen. Maar dan moet er wel een concrete vraag komen en moeten we ook van tevoren weten dat die mensen ook een plek hebben om te werken. Hadden jullie misschien genoeg medicijnen aan te sturen? Nou, we hadden, en dat was toeval, we hadden met name voor pijnstillers hadden we voldoende voorraad. Onze groep komt trabajando también de forma incansabel ta Cruz Corá. De hora de Marduga y acaba por la viernes noche, nanta persona de contacto na Aruba para cultura material nan y como se sale en dirección de Haití. Por seis meses, Marina Real a notificar también y así natural cosa comienza cana.
Voli già bianca noci, tengo già sabra, ma in tre pan, per me che barco marina, di Marina Reale sali per Haiti, per amire volontario di Cruz Corà trajando incansabilmente per aiutare i militari. E mi hanno di Cruz Corà, per abbattere il carico, per arrivare in pick-up of truck, per essere poni arriva il barco. L'intervista con Michel Lehey, direttore di Cruz Corà in Aruba, e la spiega anche arriva il lavoro che stava andando desde che terremoto a sacudì Haiti e te quawe ainda nanta bezig. Nou, op een gegeven moment kregen wij, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met Haiti en wat er allemaal voor verschrikkelijks is gebeurd. Het Rode Kruis is wereldwijd nu aan het organiseren om emergency response units in te vliegen naar Port-au-Prince. Wij houden als Rode Kruis nauw contact met Defensie hier, omdat we ervan uitgingen dat er mogelijk hulp geleverd zou gaan worden. Ik heb op een gegeven moment vanavond een telefoontje gekregen van Defensie dat het transportschip op dit moment gereed is om te gaan vertrekken. Op dat moment hadden we 8 uur. Daarna hebben we heel veel mensen benaderd op Aruba om te helpen, om te kijken of het mogelijk was om op hele korte termijn, echt hele korte termijn, op vrijdagavond water te verzamelen, voedingsmiddelen te verzamelen en medicamenten te verzamelen. En we zijn heel erg blij en heel erg dankbaar dat er zoveel bedrijven zijn geweest die, ondanks dat het al vrijdagavond 8 of 9 uur was, toch bereid zijn geweest om 15 pallets met water, verschillende pallets met voeding, medicijnen, verbandmiddelen, om die allemaal geheel vrijblijvend hier naartoe te brengen en te doneren, zodat die de marine en de mariniers die in Haiti kunnen gaan toepassen. Hebben ze ook in een Curaçao hetzelfde gedaan? Ongetwijfeld, maar daar ben ik niet bij geweest. Ik weet niet hoe dat daar gelopen is. Kunnen jullie mensen ook sturen? Op dit moment niet. Op dit moment is het zo dat het Internationale Rode Kruis, die stuurt op dit moment alleen Rode Kruis mensen die deel uitmaken van de noodeenheden, de Emergency Response Units. En het zou op dit moment onmogelijk zijn als zeg maar 150 landen allemaal vrijwilligers zouden gaan sturen. U begrijpt dat het organisatorisch een enorme klus is om daar die ramphulpverlening van de grond te krijgen. En dat wordt dus heel gestructureerd, maar ook heel gedoseerd worden die mensen naar behoefte naar Haiti verplaatst. En wellicht dat het in de toekomst anders gaat lopen, maar op dit moment is het zo dat landen niet zelfstandig Rode Kruis vrijwilligers naar Haiti sturen. Dat gebeurt allemaal gecoördineerd. Maar jullie hebben wel mensen klaar? Wij zouden in principe dat kunnen doen als daar een behoefte aan is. En er komt een vraag vanuit het Nederlandse Rode Kruis of het Internationale Rode Kruis. Dan zullen wij gaan kijken van wie er allemaal die kant op zouden kunnen. MUZIEK.